Ik ben Margot, ik ben 24 jaar oud en ik werk sinds 2020 op de couveuseafdeling en de verloskunde in het moeder-kindblok als allround verpleegkundige. En dat houdt in dat ik werkzaam ben op de verloskunde, couveuseafdeling, maar dat zou ook de kinderafdeling kunnen zijn. Ik heb gekozen voor verpleegkunde omdat ik het altijd heel leuk vind om mensen te helpen. Ik denk dat het heel speciaal werk is omdat je op de neonatologie ouders verder kunt helpen met het leren kennen van hun kindje en ze met een fijn gevoel naar huis kunt laten gaan. En bij de verloskunde vind ik het heel bijzonder dat je bij een bevalling mag zijn. Dat is wel echt een speciaal moment voor ouders en dat is iets heel bijzonders. Er zijn zeker innovatieve projecten waar ik aan meewerk. Ik zit zelf in de werkgroep communicatie en daarin werk ik mee aan de app, de couveuse app. En daarin staat eigenlijk alle informatie voor ouders, bijvoorbeeld bij een te vroeg geboren kindje, waar ze dan op moeten letten, de ontwikkelingsgerichte zorg. Daar werk ik aan mee, deze app houden we up-to-date. Ik probeer altijd een professionele relatie aan te gaan met patiënten, maar daarin wel persoonlijke zorg te leveren. Dus wel gericht op de patiënt, wat heeft de patiënt nodig, maar ook wat hebben de ouders nodig. En daar samen in het begin van de dag kijken van wat willen jullie vandaag, hoe gaan we het doen. Ik vind het belangrijk met het contact voor patiënten dat je echt naar ze luistert. Soms dan helpt het net om even wat vaker bij een patiënt binnen te lopen, zodat ze zich wat meer vertrouwd voelen en dan ook echt het verhaal aan je delen. En dat vind ik ook wel heel erg belangrijk, dat ze zich gehoord voelen. Wat mij inspireert is natuurlijk wel een klassiek antwoord, is het mensen helpen. En uiteindelijk als dan een kindje op de neonatologieafdeling ligt en die ligt daar voor 6 weken. En die gaan uiteindelijk naar huis en ouders zijn dan zo blij, dan ja, dat inspireert me heel erg.